meegebracht. Het is een oruin van 9 jaar oud. Een flesje in Percheron. Voor degenen die het niet weten, een Percheron is een Frans trekpaard. Voor Antheus is het de eerste wedstrijd na een lange revalidatie. Heeft daarvoor namelijk wel wat wedstrijden gelopen, maar het is toch altijd even spannend om terug te herstarten. Achter op de koets zien jullie een vriend, ook haar mama, Lidie. Samen zijn we een stukje van het dreamteam. Als jullie hier blijven staan, zien jullie Sophie straks nog eens verschijnen met een ander paard. Dat is het paard waar dat ze al die Belgische kampioenschappen mee heeft gewonnen. Dus het is zeker de moeite om hier te blijven staan. En dan straks ook samen mee te kijken naar dat dreamteam natuurlijk. Morgan en Jolene. In tussentijd hebben we ook ons arena-crew even opgetrommeld. Dat zijn die mensen die het niet. Diegenen die het DKT-team kennen, het dikke content-team, weten dat wij een team zijn die alleen bestaan uit trekpaarden. Daarom is het dit jaar ook extra speciaal en hebben wij een primeur en hebben wij meerdere rassen ingeschakeld voor een beetje variatie aan te bieden. En zo kunnen jullie ook het verschil een beetje zien hoe die andere paarden en onze trekpaarden het doen in een wedstrijd erin. En als eerste hebben we Gina, 11 jaar. En als je ziet van Matthijs. Ondanks Matthijs een lange revalidatie, zien we dat dit nog allemaal geen problemen is voor hem. Alsof hij er nooit mee gestopt is. Prachtig, Shelley. Het is trouwens een dame die je straks nog maar terug kunnen bekijken. En als je terugkijkt, het is op deze. Het moet dat snelle druk gemaakt worden. En de tijd voor Shelley. 17:45. Nog één poortje te gaan. Een perfect parcours. Nog een oud brood in het vak. En dan naar de finish. Die is een paar applaus aan de dag. Zo, op een ene van de trekwedstrijd in Gorinchem, Stefan Treves met zijn prachtige Nerys zie zwevend onder de zon, dus hier hebben we in deze dag. Op een ene trekwedstrijd helemaal achteraan, dit is de middenwedstrijd ook weer in de trekkant van het net helemaal achteraan. Op een 1, 2 voor de koersrit, want het is heet vandaag.
rechterkant, links en rechts, drie volle stappen. Nog een laatste keer over de brug. Alsof hij dat alle dagen doet. Naar onze slalom. Nog één poortje te gaan. En dan richting finish. Hier zal vast een negenjarige Ruin. Ze is een passeron, wat een Frans trekpaarder. En het is voor hem de eerste wedstrijd na een lange revalidatie. Kom allemaal kijken om deze prachtige combinatie aan het werk te zien. Ze zijn inmiddels door de start gereden en gaan nu al naar nummertje 5. Achteraan ziet u haar groom, is Lidie en ook haar mama. Een groom is voor een mens heel belangrijk. Waarom is die heel belangrijk? Omdat die ons helpen als wij zelf eventjes de weg kwijt zijn. Dat is één van de redenen waarom die heel belangrijk zijn. Waarom zijn ze nog belangrijk? Als we nu op een onvlak terrein een wedstrijd hebben, is het heel belangrijk dat de vier wielen van de koets op de grond blijven. En daar zorgt een groom voor, zorgt met zijn of haar gewicht, dat het gewicht juist verdeeld blijft en zo de wielen ook op de grond blijven. Dus een goede manner kan nooit van start gaan zonder zijn of haar groom. Gaan we hier over onze prachtige brug. Op weg naar poortje 10. En Thea doet het uitstekend voor al zo lang te hebben stilgestaan. Het is inmiddels wel al wat wandelingsjes achter de rug, maar dat is toch nog net iets anders dan kegeltjes lopen. Onderweg naar nummer 16. En dan vliegen ze zelfs weer die brug over. Moedig ze gerust aan. Mag gerust geklapt worden, dat vinden de paarden ook wel fijn. Onderweg naar onze slalom. Dat is onze voorlaatste poortobstakel. Zwegstoel. We hebben ook geen balletjes afgeworpen, wat heel uitstekend is. De laatste poort naar de finish. Geef ze gerust een applaus.